Als gemeenschap zijn we opgeschrikt toen we de vorige week vernamen dat een jongetje uit het tehuis Zout der Aarde de veroorzaker was van de brand die het gebouw volledig in de as legde. Systematisch begeleider Rosanna Amian vindt het erg dat dit 10-jarig jongetje nu al een negatief stempel krijgt. Het is belangrijk dat er bewustwording op gang wordt gebracht over de oorzaken van bepaalde emoties bij jonge kinderen. Amian zegt dat het jongetje wordt omschreven als boos en agressief. Echter zegt ze dat er meer daarachter zit. En toen hoorde ik van mevrouw Tara dat het was vakantie en ze gingen naar huis, die kinderen. Maar op een of andere manier is het thuis geen thuis voor hem, want zijn ouders zijn gescheiden en die moeder heeft een nieuwe vriend. Niet om mensen te bespreken, begrijp me heel goed. Maar hij ging terug naar het kinderthuis en had die aansteker bij zich. En hij was met twee jongens, zoals ik het zei. En hij zei toen, als ik naar huis ga, ga ik dit doen, ga ik dat branden, ga ik dat kapot slaan en noem maar op. En toen zei hij, dit kan ik ook doen. En toen heeft hij het woord bij de daad gericht. En de jongens hebben ook getuigd dat hij dat heeft gezegd en heeft ook gezegd dat hij het heeft gedaan. Bij mij gaat het voornamelijk erom dat hij wordt nu al gelabeld als mogelijk brandstichter, een agressieve jongen, niet om mee te praten, noem maar op. Hoe voelt deze jongen en wat is er al die jaren in deze jongen omgegaan? Ik weet niet hoe oud hij was dat hij in het kinderthuis terechtkwam. Maar als er wordt gesproken al over kinderen met gedragsproblemen, dan vraag ik me af wat voor begeleiding is er. Dus deze jongen is ondergebracht in opa Doelie. Dan zeg ik na een aantal jaren, als hij eruit komt, welke persoon is hij dan? Amian geeft verder aan dat deze jongen zich mogelijk afgewezen voelt. Ze meent dat we als samenleving naar het breder plaatje moeten kijken, zodat een ieder zijn verantwoordelijkheid kan innemen. Amian zegt dat er nagegaan moet worden waarom de jongen tot zo een daad is overgegaan. Zoals ik mijn verantwoordelijkheid neem om de gemeenschap bewust te maken, om hier naar te kijken en hulp te bieden waar het kan. Want iedereen kan dat. Er hoeft niet altijd een geldplaatje te zijn, maar iedereen kan dat. Want uiteindelijk zijn we in dit land, maar ook in de wereld, om er voor elkaar te zijn. Niet alleen met een plaatje, geldplaatje, maar ook met die lobby. Want die basis is lobby. En als er geen lobby is, dan voelen kinderen zich ook al afgewezen. En als we bewust zijn dat deze vader en deze moeder, wij, ik ook, zijn ook kinderen geweest. Ja. En we hebben ook liefde gemist op een of andere manier. Maar op een of andere manier hebben we het ook goed gedaan. En niet iedereen is hetzelfde. Dus deze jongeman is al zo beladen met zoveel boosheid, zoveel negatieve energie. Hoe gaat het verder? En hoeveel kinderen van dit soort jongens, dit soort kinderen, zijn er die buiten lopen en het ook herkennen? Dus als er bijvoorbeeld zelfdoding plaatsvindt, dan schreeuwen we, dan vragen we ons af hoe heeft dat gekund. Maar kunnen we hier naar kijken, van als we dat merken dat een kind agressief gedrag heeft, bijvoorbeeld op scholen, dat we daar aandacht aan besteden, dus met de ouders gaan praten, dus met bepaalde instanties, om begeleiding hierin te vragen. Amian benadrukt dat als er geen aandacht komt voor zulke gevallen, het alleen maar erger kan worden voor kinderen in dergelijke situaties. Het volledig interview met Rosanna Amian ziet u morgen in ons programma In Gesprek Met op kanaal 12.1 om 9 uur 's avonds.